hebben de douchedans. Nee. Maar vandaag ben ik echt super trots op jou. Tanden. Oh, we zijn hoort er niet. Ik ga met Sarah, we hebben samen afgesproken, de glam brush uitproberen. Kriebelt. Het is trouwens echt een leuk spel. Echt een aanrader. Het is makkelijk om te leren, maar het is wel echt gewoon heel leuk. Het is vandaag alweer woensdag en morgen ga ik logeren bij mijn oma. Superleuk en mijn ontbijtje staat klaar, mijn werk staat daar, dus dat ga ik even maken. Oh, ik kan hem even wat hoger zetten. Ik denk dat het fijn is. Deze knoppa, ik heb hem. Oh. Eventjes om Mr. Bowie. Zo. Ik heb tegen moeder gezegd dat ik het niet ging doen. Maar ik ga het wel doen. Zo. Zo. Er staat kleur eerst de stenen met een klinker die voort, maar dan een goede zin en schrijf hem nog eens op. Je vraagt misschien af wat klinken die voorden zijn. Klinken die voorden zijn bijvoorbeeld hoge. Je hoort een O, maar je schrijft een O. Dat zijn de klanken. Konijn. Zij tovert een konijn uit de hoge hoed. Dat is de zin bij de tweede. Maar nu gaan we eerst bij de eerste. Dat is met groen. Ik ga dit doen, want groen zijn de zomer in de bomen. Groen zijn de zomer in de bomen. Groen zijn zomer. Zomer. Je hoort een O. Je schrijft een O. Het is zomer. Goedemorgen. Oh, wat had ik moeite met wakker worden vandaag. Ik heb zo diep in slaap gelegen vannacht. Echt, gewoon alsof ik een coma letterlijk lag. Maar goed, we zijn eruit en... Ik heb allemaal geloofd. Dat ik morgen ga leren, dat het een goede dag is. Heb je al zoveel verteld? Ja. Wat leuk. En ik vertel dat ik van de bank had, hè? Ja. Ik ga even brood roosteren, want we hebben weer brood. Ik heb echt 2 dagen zonder brood gezeten, dus... En als je dan trek hebt in geroosterd brood, is dat niet leuk. Zo, dus ik ga even verder. Ah, daar is bruin. Ik heb bruin eindelijk gewonnen voor de bomen. Maar die heeft geen punt. Mama, wil je een puntenslijper pakken voor deze bruine? Ja. Die gebruik ik om de plaatjes ja, mooi te kleuren. Welke man ook nog eens voor je slijpen? Ja. Ja. Ga ik doen. Een blauw gebruik ik voor de molen. Ja. Zo. En voor de koning. Ik ga ondertussen even de borden opschrijven. Oh, verkeerde. Ik ga even deze erop doen. Yes, hij zit erop. Dan kan je hem gewoon even afhalen om hem te doen. Lekker makkelijk. Oh, oepsie. Ik laat het plastic er weer afgaan. Wat niet erg werkte, want nu is hij kapot. Ik ga hem even met je maken. Mama, hij is kapot gezet, dus ik ga hem eventjes maken. Deze was ook moeilijk te slijpen, want de punt viel er 3 keer uit, maar yes, die.
Mag ik even kijken, dan kan jij je school verder doen. Hij zit al in elkaar. Oh, wat goed. Die ring is super makkelijk. Hey. Ik heb lekker geroosterd brood met hele lekkere ham en lekker thee gezet. Zo, mama en ik gaan even lekker douchen. We hebben net samen gedoucht. Maar ze de handdoek wel een keer blijft zitten. Het is echt te grappig. Het was wel lekker, hè? Ja, en onze haakjes wassen. Op de... Hebben we de douchedans? Nee. We hebben net natuurlijk gedoucht en ons haar gewassen. Toen zijn we aan het laten drogen. Als het droog is, ga ik onze haren doen, hè? Mijn haar is wel droog. Ik zou natuurlijk die stijlborstel testen. Mijn haar is wel droog, kijk dan. Ja, maar het is nog een beetje vochtig hier. Dat moet eruit. Dat is mijn haar ook. Maar mijn moeder haar doet ook vrij snel. Moeder vloog niet op TikTok. Oh, gaan we die kijken? En Sarah heeft best wel goed aan haar school gewerkt. Laten we er een van Max een kwartier doen. Die hebben we dus, Sarah werkt echt goed aan de school vandaag. En dat gaat niet elke dag zo. Maar vandaag ben ik echt super trots op jou. Tanden. Oh, maar Sarah hoort het niet. Ja, maar die is een beetje lang. Ja, 33 minuten. Ja, gaan we even kijken, want ze hebben ook kortere video's. 34. En we hebben dus afgesproken dat we dan even een... Zelf maar. Baby 4 nummer. Ja, kan, maar dan kijken we hem gewoon niet helemaal. Dat wil ik wel doen. Ja. Huilen om verhuizing. Ja. Dus we gaan nu even samen wat kijken. Oeh, is dat wel heel hard. En dan doen we elke keer weer wat. En het gaat goed, hè? Ja. En het is super gezellig. Dus we houden best wel een beetje een chill dag ook. Oeh, ze heeft een zwangerschapstest gedaan. En we hebben lekker popcorn erbij gemaakt. En ik ben dus met Sarah de Ben Higgins aan het kijken. Ja. Popcorn was dus zo snel op. Dus, ik ga nog wat bijmaken. Oh, ik denk ik zet mijn camera even op een fles. Dat kan. Maar ik zette hem precies op de enige fles die ik dus nu nodig had om popcorn te maken. Want dat doe ik dus wel altijd met zonnebloemolie. Want met andere olie is het niet lekker. Dus ik ga nog even snel wat maisjes bijpoppen. En daarna gaan we ook weer wat doen, hoor. Maar wel even lekker een keer. Niet te veel schoolstress. En gewoon even relax, popcornje erbij. En ja. Ik ga met Sarah, we hebben samen afgesproken, de Glam Brush uitproberen. Kom je hem op? En dat is dus deze. Ik weet helemaal niet hoe oud dit ding is, maar ik vond het wel grappig om het uit te proberen en te laten zien. Ik ga hem aanzetten en opwarmen. Kijken tot hoe heet hij kan. Dan gaan we even nieuwsgierig. Oh, hij kan dus. Als dat te zien is tot 230 graden. Maar ik ga hem niet op 230 zetten voor Sarah. Ik ga hem eerst op 180 proberen. Kom je even zitten, Mop? En hij telt dus ook deze. Of deze telt dus ook af. En volgens mij pakt hij het schermpje alleen niet heel erg. Hij is nu 85 graden. Kom maar zitten. En normaal wil ik altijd met stijlen een borstel pakken. Om het haar goed door te borstelen. Maar dit is een stijlborstel. Simply Straight. Mag ik kijken? Kijk, hij telt op hoe warm die is. Ga je maar op je hurkjes zitten. Ik ga het zo ook mijn haar proberen. En Sarah heeft best wel een krul en een slag van zichzelf. Dus dat gaan we gewoon proberen. Oh, hij blijft aan de achterkant cool. Dus hij wordt alleen maar hier heet. Dat is wel grappig. Boven heb ik een marmeren plaatje als ik mijn haar doe. Maar ik had even een onderzetter gepakt. Maar je kan hem dus eigenlijk gewoon zo op tafel leggen. Dat wordt helemaal niet heet. Oh, hij is er. Nou, gaan we het eens uittesten. Het kwam tegen mijn hoofd aan. Nee, het kwam niet tegen je hoofd aan. Wel. Echt niet. Je voelt gewoon dat het warm is. Hier zo. Ja, maar daar was de borstel niet. Ik moet het gewoon heel voorzichtig borstelen. Het wordt wat. Ik denk dat ik een steltong misschien met jou makkelijker vind. We gaan eens kijken als jouw haar stel is. We hebben nog nooit jouw haar echt stel gehad, hè? Ja. En ik voel hem tegen mijn hoofd aan komen. Nee, maakt niet uit, want de puntjes... Nee, kijk, de puntjes zijn eigenlijk helemaal niet heet. Dus dat maakt niet uit. Je moet ook natuurlijk kunnen. Ja, ik kwam echt tegen mijn hoofd aan. Maakt niet uit, maakt niet uit. De puntjes zijn niet heet. Ik heb gevoeld. Die zwarte puntjes die niet heet worden, steken ook verder uit. Dus alleen je haar wat ertussen komt, dat wordt gesteld ermee. Ik ben wel heel benieuwd hoe jouw haar helemaal stel is, hoor. Jij ook? Ja. Je hebt altijd een slag natuurlijk van jezelf. Dan zijn we klaar. Ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te doen dat ik
Niet een klikje. Je bent wel een miepje. Nou, ga maar kijken. Laat je haar maar zien. Heel anders, hè? Ja, zo. Ik zie je nu goed. Als ga even boven je spiegel kijken hoe jij het stelhaar bent. Ga ik ondertussen even mijn eigen haar proberen? Ik heb een andere spiegel. Je hebt toch een Nou, nee, dat is niet waar. Je kan gewoon je deur, daar kan je gewoon in kijken. Mama, kijk even eerst een keer wandelen af, oké? Nee, ga maar eerst even je haartjes kijken. Kijk, dit is dus als ik hem doe. Ik moet zeggen dat ik het bij mezelf makkelijker te doen vind dan bij Sarah. Ik gebruik trouwens het schermpje als spiegel, als je denk eens kijkt. De hele tijd niet in de camera, maar ik zit in de woonkamer te doen en ik heb hier geen spiegel. Kijk, dit is dus de steile kant en dit is de andere kant. Kijk, hier zit nog wel wat slag in. Dus wat dat betreft bij mezelf vind ik het... Je hebt gezien. Vind je het mooi? Ja. Zo mooi, hè? Ik denk zo, Mr. Bowman. Je hebt heel ander haar zo. Kijk, hij gaat ook heel goed voor. Maar ook zo. Hij gaat er niet meer voor. Kijk, als ik hem hier ook een beetje naar binnen draai. Maar kan ik ook niet wat anders eten? Is mijn haar van achter helemaal stil? Kan je eens kijken? Zit er nog een krul? Het kriebelt. Hier zou ze nog een beetje. Okay. Hier is hij. Aan de onderkant. Wil jij proberen? Ja. Als je hem gewoon hier pakt. En de steel niet aan de knopjes drukken, dan kan je het gewoon borstelen. Gewoon naar beneden netjes borstelen. Wel echt op mijn haar doen. Juist. En dan langzaam erdoor halen. Helemaal tot het einde, tot het haar er weer uit is. Maar aan de achterkant wordt wel heet. Ja, maar niet zo heet dat je hem niet kan neerleggen. Dit is echt leuk. Zo, welkom mevrouw. U vindt het weer fijn. Oh, zit ik in de kapsalon? Ja. Ja, dat doe je het goed. Hé, zo kan ik jij zelfs mijn haar stylen. Dat durf ik normaal niet met... En dan gaat mijn krul van voor er weer uit. En dat maakt niet uit. Is mijn haar mooi, al? Natuurlijk. En zo kan jij wel goed stylen, hè? Alsjeblieft. Dank je wel. Wauw, wat ben jij een goede kapsalon. Ik moet wel zeggen, hij is wel vrij pluisvrij. Ik vind hem toch wel heel leuk. Ik ga toch even die krul alleen van voren nog erin zetten. Mag ik heel even het schermpje en dan kan ik het zien. Kijk, dan krult hij een beetje naar binnen aan de voorkant. En dat doe ik met steltang ook vaak. Maar dat gaat met deze dus ook. Wil je mijn haar nog even doen? Alleen het lijkt nu ongelijk, maar dat komt omdat mijn scheiding niet in het midden zit. En ik had een soort hele lange bob geknipt. Want van achter is mijn haar, kijk, echt veel korter. Moet ik het bij jou ook nog een keer doen? Ja. Vind je het zo leuk geworden nu? Nou, hier, mevrouw Stel. Ja, hij is wel heet, maar kijk. Kom maar. Nee, ik heb het ook wel goed. Nee, je kan hem erop leggen. Nee. Sarah, kijk dan. Hij is warm, hij wordt niet heet. Echt niet. Nee, anders zou ik hem op je hand leggen als het kwaad komt. Kom maar, vertrouw me. Nu gaat... Nee. Hij is warm. Hij is warm. Deze onderkant, zo, als je hem gewoon zo... Je moet hem niet zo pakken, maar zo. Is niet heet. Doe maar zo gewoon. Gewoon plat hieraan. Nee. Aanstellen. Omdat ik maar had gedaan, had ik gelijk zin om me op te maken. Maar toen kwam ik boven toen dacht ik, ja, het is al bijna 4:30. Waarom zou ik mijn hele make-up doen? Dus ik heb alleen mijn ogen opgemaakt. Maar dat heb ik altijd, weet je. Als je haar dan... goed zit, dan wil je ook je make-up. En ik ben helemaal happy ermee, echt. Ja, ik ben eigenlijk enthousiaster dan dat ik dacht. Ze heeft zo goed de school gedaan, dus ik heb gezegd, nou, wij ruimen het op. Ik heb geen idee met de rooster de hoeveelheid, maar ze heeft gewoon zo goed gewerkt. Dat mag beloond worden. En ik stop gelijk alles in een tas. Want Sarah doet morgen school bij oma. Alleen, ik heb het niet in de schoolrugzak gedaan, wat ik normaal doe. Want daar hebben we al schooldingen in waar ze helemaal klaar mee is. Die ze hier helemaal niet meer nodig heeft. Bijvoorbeeld schrijven had ze voor de hele week al af. Dus dat hebben we al opgeruimd. Van daar gaan we niet meer naar kijken deze week. En dit ga ik even allemaal weer aan kant brengen. En dan kan ik zo weer gaan koken. Ik heb zo vier dat dit af is. Ja, die dacht er voor één. Dus je had er 5 in totaal.
Die lasagne staat lekker in de oven. Dit is doen. We hebben net gegeten en Denise is er gezellig. Yay. En we wilden net love letters gaan spelen, maar we zitten nog even te kletsen. Zit jij eens niet met mijn telefoon te bemoeien? Kleine donder. Ik heb het gewoon stiekem gedaan. Ja, dit is naar Denise. Maar Denise zit naast me, dus waarom moet ik met Denise appen? Dan weet ze niet wat je stuurt. Spoort echt niet. Nee, die is nu een beetje raar. Is jouw kind? In dit geval. Hey, is net jouw kind? Het was zo lief een keer love letters spelen. Het is trouwens echt een leuk spel. Echt een aanrader. Het is makkelijk om te leren, maar het is wel echt gewoon heel leuk. Dus als je van spelletjes houdt, en hij is helemaal niet duur, dat is ook nog natuurlijk leuk. Maar ik had alleen maar pech vandaag. Dus ik heb letterlijk nog nooit zo slecht gedaan, maar ik was er elke keer al uit ervoor. Of ik trok twee dezelfde kaarten, waardoor ik mezelf te uitspeelde. Ik speelde ook heel veel verdwongen mezelf te uit. Ja, shit happens. Dat is trouwens ook een leuk spel. Ik ga weer even mijn nagels velen. Kijk, ze zijn echt wel een heel stuk uitgegroeid al. Maar net als bij deze, als ze dan breken, of als ik ze er anders afhaal, dan gaat heel mijn nagel mee. Die splijt helemaal. En bij deze, ja, ik weet niet of je dat zo goed ziet, maar echt tot in mijn nagelbed. Dus ik probeer ze echt zo goed of zo kwaad als het gaat mijn echte nagel te redden. Baal ervan, want bij de nagelslisten die haalt ze er zo vanaf. En dan heb ik geen probleem. Maar elke keer als ik het zelf probeer, dan haal ik toch die toplagen eraf. En dat is zo'n ellende, nog meer dan dit. Dus dit keer heb ik besloten om dit te doen. En ik moet zeggen dat het wel minder ellende is dan de voorgaande keren. Maar ja, blij word ik er niet van. Dus kijk, dan veil ik ze elke keer weer een stukje korter. Je kent nog een hele rare rode tip, maar ik hoop toch wel echt dat ze er nu over 2 weken dan helemaal af zijn. En dan dit onderste stuk van mijn echte nagel, dat is wel gewoon goed en sterk. Dus ik hoop dat ze dan helemaal zo zijn en dat ik dan gewoon mijn normale goede nagels heb. En één ding heb ik wel besloten. Zolang we niet helemaal permanent van lockdowns af zijn, doe ik niks met mijn nagels. Echt, ja, lakken. Maar deze ellende, dat doen we niet meer. Tijd voor een gezonde snack. Vandaag was best wel een oké dag. Alleen, ik besef me wel echt dat ik echt veel te weinig doe. Maar ja, wandelen, het is normaal niet mijn ding. Ik vind het oké, maar om nou elke dag te gaan wandelen, dat vind ik dan ook weer zoiets. Maar ik moet echt nieuwe hobby's gaan verzinnen als niks kan. Maar ik weet niet wat. En pas zijn we gaan tennissen en dat was echt heel leuk. En dat wil ik nog een keer doen, maar ja, het is elke keer zoek rot weer. En als alles helemaal nat en glad is buiten, dan ga je ook niet echt naar een buitentennisbaan om dat te doen. Dat is ook niet echt fijn. Dus ja, ik weet het echt even niet. En elk weekend vroeg opstaan om naar een strand in Zeeland te rijden, vind ik ook weer een beetje veel van het goede. Dus ik loop echt een beetje vast. Maar ik moet wel echt iets gaan verzinnen. Want ja, ik heb het wel een beetje gezien thuis. Er is nog genoeg te doen hier hoor. Niet daarvan. Maar ja, soms denk je, ik wil wel even wat anders. Dus ik wil zo zeggen, morgen heb ik wel echt heel veel te doen hier. En daarna wat leukere dagen. Even wat andere dingen gepland. Dus daar heb ik in ieder geval zin in. En volgende week natuurlijk weer school. Dus dan krijg je ook natuurlijk wel dat je weer even naar school heen en weer kan. En dat je wat mensen ziet. Ik heb natuurlijk de mama's die ik dan ook weer op het schoolplein zie. En dan maak ik toch ook weer even een praatje en zo. Dus dat is wel fijn. Maar ja, het is niet zoals je normaal leeft en dingen doet. Ik bedoel, ik kan nog niet eens naar de kinderboerderij even gaan met Sarah. Dus ja. Ik ga lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even hieronder op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!